ben Leen Vaarwijk. Ik werk al 15 jaar als zelfstandig verpleegkundige. Maar vandaag is een speciale dag, want wij gaan op stap met de burgemeester, Lieve Dansschutter. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag Leen. Hallo. Ik ben Lieven. Goed. Ja. Wij gaan op stap vandaag. Ja, oké. Okay. Jij ziet dat zitten? Zeker en vast. Ja? Zeker en vast. Oké. Dan neem ik u mee. Ja. Wat staat er op uw agenda deze voormiddag? We zijn nu op weg naar Diego. Diego is een patiënt die wij echt al een tijd verzorgen. Ja. Wij komen daar dagelijks, twee keer. Twee keer. Dus wij zijn eigenlijk deel van het gezin ondertussen al geworden. Oké, en het is dus hier. Zeg. Voilà, dit is de eerste post. Dag Monique. Dag. Hey, hey. Dag. Goedemorgen. Hallo. Hey, dag Diego. Ik ga hem in zijn rolstoel zetten. Hij heeft een nieuwe elektrische rolstoel. Kijk eens aan. Perfecte landing. Ja. Zo? Oké. Okay. Ik ben ervan overtuigd dat hij uitkijkt naar de komst van Leen. Ja, en wij komen dag. Hier ook vandaag. Dat is wat wederzijds. Hè. Als hij er zo uitziet, dan zijn wij tevreden dat hij kan vertrekken. En van de avond komen we terug. Hè. Ja, allez, de eerste post dat is vlot verlopen. Ja, hop naar de volgende. Hoeveel doe je er ongeveer per dag? Op een ochtendtoer een twintigtal. Twintigtal? Ja. We rijden nu naar Yvonne. Yvonne wordt ook twee keer per dag verzorgd. Ja. Wij doen daar vaak nog wat taken die niet echt verpleegkundige taken zijn. Wij doen vaak ook dingen, de rolluiken optrekken. Ja, ja, ja. Van die kleine praktische zaken dan. Ja, ja, omdat je kunt de mensen toch niet in het donker laten zitten. Ops. Dag Yvonne. Hier is je wondje. Zeggen dat ik week op tanden van de verpleging. Ja, ik heb dat zal wel. Het is wel van 2004 dat ik mezelf niet meer kan wassen of gezond. Niet meer rankelen, dat ik altijd iemand nodig heb. Nog een druppelje? Ja, ja. Yvonne, heb jij graag uw appelje? Ja. Ja? Meneer de burgemeester, aan u de eer om een appelje te schillen. En hoeveel partjes moet ik hem snijden? En een half en een kleine part. En acht, liefst. En acht. Ah, wat, dan zal ik ze nog eens in twee doen. Ja. Yvonne, tot van de avond. Ja, zal lukken, hè? Bedankt. Dag. De ronde zit erop. Ja. We hebben er nu een paar gedaan. Ja. Ik neem u nog eventjes mee naar de bureau. We hebben daar nog een speciale opdracht voor u. Speciale opdracht. Een speciale opdracht. Het is natuurlijk een speciale dag. We hebben een rode knop gemaakt. En de rode knop geeft meteen de toegang tot de nieuwe website. En we zouden willen vragen, het is iets anders dan lintjes knippen, maar of u voor ons vandaag de rode knop zou willen indrukken. En meneer de burgemeester, is het een beetje meegevallen vandaag? Zeker en vast. Ik vond het een zeer leerrijke, maar ook aangename dag. En ik vind dat je je job eigenlijk met hart en ziel doet. Allee, vooruit.